welkom bij deze nieuwe video. Vandaag een minder positieve video. Iedereen vindt me altijd zo blij en positief in mijn video's. Maar vandaag gaat het helaas over make-up die ik de afgelopen tijd heb gehad of gekocht. Die ik toch niet zo goed vind. Sommige heb ik al wel laten zien in bepaalde video's. Sommige producten heeft nog niemand gezien. Die heb ik gewoon een keer opgedaan. Toen ik geen video maakte. Ik laat altijd met plezier zien welke make-up producten ik allemaal fijn vind. Een tijd geleden heb ik ook een video gemaakt met al mijn favoriete make-up. Waarin ik de make-up ook gelijk had opgedaan. Dus mocht je die video zien, ik zal hem even hier linken. Maar vandaag ga ik gewoon praten over welke make-up gewoon niet echt per se werkte voor mij. Wel altijd een grote disclaimer. Wat niet werkt voor mij kan misschien wel werken voor jou. Dus als ik vandaag iets noem waarvan jij denkt, oh mijn god, ik vind die echt super fijn. Do you. Als jij hem goed vindt, dan blijf hem gewoon vooral gebruiken. Make-up is best wel persoonlijk. Iedereen heeft een andere huid. Iedereen heeft een ander gezicht. En iedereen heeft andere voorkeuren. De make-up die ik vandaag ga laten zien hebben gewoon niet voldaan aan mijn verwachtingen helaas. En ik leg natuurlijk ook iedere keer weer uit waarom ik het niet goed vind. Zodat je gewoon goed kunt beslissen voor jezelf. Of jij het misschien toch wel goed zou vinden. Omdat mijn criteria gewoon niet voldoen aan die van jou. Dus ja, laten we gewoon snel gaan beginnen met de video. Als je het al leuk vindt, vergeet dan niet te liken en te abonneren. En dan gaan we gewoon snel beginnen. Oké, het eerste product is misschien iets wat je niet per se had verwacht. Maar dat is de Fenty Beauty Poeder. Ik heb hem echt een aantal keer gebruikt. Af en toe heb ik gewoon bepaalde producten die ik gewoon heel graag fijn wil vinden. En dit was zo'n poeder. Ik wilde hem zo graag fijn vinden. Ik wilde hem gewoon blijven proberen. Ik bleef hem ook gewoon opdoen. Elke keer weer was ik teleurgesteld, want hij is gewoon veel te droog onder mijn ogen. Het is een super droge poeder. Hij laat ook een beetje een witte waas achter. Hij heeft geen flashback. Dus op foto's zie je het niet op de een of andere manier. Maar in het echt laat hij echt zo een witte waas achter. Hij bleef te veel plakken aan mijn gezicht, waardoor het gewoon heel poederig werd. En ondanks dat ik ook altijd MAC Fix Plus spray, wilde hij gewoon niet mooi smelten in mijn gezicht. Mijn huid is normaal slash droog, dus let daar wel op. Misschien als je een hele vettige huid hebt, vind je hem wel fijn. En ja, ik heb nou wel echt een punt bereikt dat ik iets heb van, ik ga hem gewoon niet meer gebruiken, want hij is gewoon niet mooi op mijn gezicht. Maar ik wilde hem heel graag fijn vinden, want hij is heel duur. En ik vind een heleboel andere Fenty Beauty producten super fijn. Maar dit is gewoon de eerste van dit merk waarvan ik echt denk, nee, helaas. Dan heb ik hier een oogschaduwpaletje. Dit is de Dirty Mother oogschaduwpaletje van Root Cosmetics. Die is te koop bij Boozy Shop. Dit paletje was al een teleurstelling toen hij binnenkwam. Ik heb deze ook gebruikt in een video. Ten eerste, op de foto online lijkt het paletje veel mooier en groter dan dat hij is. Het paletje is super klein. De oogschaduwen zijn ook echt super klein. En de kwaliteit is gewoon niet wat ik had verwacht. Ik vond hem er online echt prachtig uitzien. De kleuren, ze waren super fel, heel erg bright. Maar toen hij zo in het echt kwam en ik er al naar keek, had ik al iets van, ja, het ziet er een beetje uit als kindermake-up. De kleuren zijn in het echt gewoon echt een stuk minder fel. De verpakking viel echt tegen. En toen ik hem ook gebruikte, werd het er niet echt beter op. Ze blenden niet fijn. De kleuren zijn niet heel mooi. Ik was uiteindelijk ook niet heel erg blij met de ooglook helaas. En voor de prijs ook kun je echt veel betere paletjes hebben. De ooglook die ik vandaag heb gemaakt, heb ik met dit Max More paletje gemaakt. Dit is een paletje van de Action. Van ik weet niet hoeveel die is. Volgens mij 5 euro of zo. In ieder geval super goedkoop. En met die ben ik blijer dan met dit paletje. Dus ja, dat zegt best wel veel. Dus ik vind dit paletje het zeker niet waard. Dan heb ik hier 3 mascara's van Max & More. Ik heb hier de W7 I Love Hypoallergenic mascara. Of hoe je het ook uitspreekt. Die is speciaal voor de gevoelige ogen. Ook die had ik in een video gebruikt. En ik vond hem al gelijk niks. Hij doet letterlijk niks voor mijn wimpers. En met niks bedoel ik niks. Hij geeft geen volume. Hij geeft geen lengte. Ik vind hem niet eens zwart genoeg. En dat gebeurt echt bijna nooit. Dus ik weet niet waarom het is. Misschien omdat hij speciaal voor gevoelige ogen is. Dat hij iets minder heftig is. Maar ik bedoel van, hij moet wel iets doen. Hij moet wel iets van lengte of volume geven of zo. Hij deed gewoon werkelijk niks. Dus hier had ik niks aan. En de 2 glitter mascara's van W7. Hier was ik echt best wel enthousiast over. Ik heb ze al een tijd, maar ik gebruik ze echt nooit. Ik heb ze 1 keer gebruikt en toen gelijk gestopt. Omdat ze gewoon bijna geen glitter afgeven. En het is een glitter mascara. En dan denk ik bij mijn eigen,
er moet wel iets van afkomen. Er komt gewoon bijna niks van af. Echt maar een heel klein beetje. Je kunt het bijna niet eens zien op mijn hand. Het enige wat er afkomt is hier en dat zit op de top. Maar hiermee kun je geen mascara aanbrengen. Hij blendt ook niet mee. Kijk, hij blijft gewoon zo zitten en... ja, het is echt een mes. Hij geeft echt gewoon bijna niet af aan de wimpers. Dus toen ik ze aanbracht en ik gewoon helemaal niks zag, echt bijna niks. En ik bleef maar aanbrengen en aanbrengen en aanbrengen. En er kwamen maar gewoon geen glitters van af. En op beeld zag je al helemaal niks. In het echt was het al niks. Dus ja, nee. Deze waren echt een grote teleurstelling, want ik vond ze wel heel mooi. En als je het zo ziet, je zou denken dat er dan veel afkomt. Maar echt bijna niks. Helaas. Dan ook weer van Root Cosmetics hun Shine Control Mist Setting Spray. Fixing Spray, Setting Spray. Deze spray doet werkelijk waar niks. Ik heb hem een aantal keer opgedaan en ik merkte geen verschil in mijn make-up. Mijn make-up zag er niet bepaald beter op. Er staat ook op dat hij een matte finish zou moeten hebben. Dat heb ik ook niet echt gezien. En mijn make-up bleef niet per se lang op mijn huid zitten. Als ik andere sprays gebruik, zie ik altijd wel een klein beetje verschil of heel veel verschil. In ieder geval, er is bijna altijd wel een verschil. Maar hiermee, het was gewoon alsof ik niks had opgesprayed. Ik weet niet, hij is voor de vettige huid. Maar mijn normale tot droge huid hield hij al niet eens echt mat. Laat staan als je een vettige huid hebt. En ik vond het echt best wel een teleurstelling. Want ik vind hem er wel cute uitzien. En ik had wel verwacht dat hij iets zou doen. Maar ja, helaas. Dus verspil je geld hier niet aan. Ik heb hier een foundation. De Revolution Conceal and Hydrate Foundation. Hier heb ik ook een hele video over gemaakt. Ik heb ook een full day wear test gedaan. En in die video kon je ook al wel zien dat hij niet heel mooi meer zat op mijn huid. En ik vond het persoonlijk op mijn huid gewoon niet goed zitten. Ik heb hier ook hun normale conceal and define. En die blijft wel gewoon mooi zitten op mijn huid de hele dag door. Dus ja, als ik eentje heb die wel gewoon goed blijft zitten en eentje niet, waarom zou ik dan nog die gebruiken? Dus eigenlijk al vanaf die video gebruik ik hem niet echt meer. Ik vond hem wel mooi in het begin op mijn huid. Hij bracht ook gewoon fijn aan. Ik vond de finish ook mooi. Mijn probleem was gewoon dat hij te snel ging cracken op mijn gezicht. Vooral hier zo ging hij er helemaal vanaf. Hier zo allemaal. Hij begon helemaal zo te cracken op mijn gezicht. En het werd helemaal zo raar en droog. Dus ja, voor mij is hij niet zo fijn. Dan van de HEMA B collectie heb ik hun Eye Prime in een stick. Dit is een oogschaduw primer stick. Als jij een oogschaduw primer wilt die werkelijk waar niks doet, dan haal hem vooral. Ten eerste, hij geeft geen kleur af. Helemaal niks. Dus hij zal niks doen qua kleurcorrector. Ook plakt hij niet. Ik breng me zo aan op mijn huid. En dan als ik er zo overheen ga, voel ik gewoon niks. Het is gewoon alsof er niks op mijn huid zit. Gewoon, ik weet niet wat de bedoeling is van de stick. Maar hij doet echt helemaal niks. Af en toe heb ik ook iets van mijn eigen... Heb je hem niet eerst getest voordat je hem ging verkopen? Ik denk van, wie heeft deze goedgekeurd? Wie heeft gezegd van, ja, deze is echt fijn als oogschaduw primer. Af en toe vind ik het gewoon zo belachelijk dat ik denk van, ja, voordat een product echt in de winkels komt, moet hij toch door een aantal mensen zijn getest ofzo? En al die mensen hebben gewoon gezegd, ja, heel erg fijn. Ik snap er echt niks van. Misschien ligt het aan mij, maar ja, hij doet echt niks. En dan als laatste een product. Oh, ik deed die op mijn gezicht. En als ik jullie zeg dat ik echt klaar was om mijn make-up eraf te halen, hij had gewoon mijn hele gezicht verpest. En dat is de Revolution Pro Poeder Foundation. Ik heb hem in de kleur F3. Het is een hele lichte kleur. Ik had hem gebruikt als pressed poeder voor onder mijn ogen. Dat doe ik echt super vaak. Eigenlijk gewoon altijd. Ik breng altijd eerst losse poeder aan om mee te baken. En dan nog een press erop om het te verlichten hieronder. Ik probeerde dat ook met deze poeder. Maar oh my god. Ik bracht hem aan. Heel mijn gezicht was cakey. Poederig, het was dik, het was gewoon viezig. Hier werd het helemaal zo raar. Het was niet meer smooth, maar helemaal zo viezig. En echt gewoon alsof ik gewoon 100 dingen op mijn gezicht had gesmeerd. Echt, het zag er niet uit. En ik gebruikte hem gewoon als brightening poeder onder mijn ogen. Laat staan als je hem gebruikt waarvoor die echt is. Het is een poeder foundation, dus voor over je hele gezicht. Nou, ik ga niet eens beginnen om dit aan te brengen over mijn hele gezicht. Want het is echt een mes. Het is echt lelijk, lelijk, lelijk. Ik kon hiermee gewoon niet over straat. Ik moest het er gewoon echt afhalen, want het zag er gewoon niet uit. Dus de Revolution Pro poeder foundation raad ik
niemand aan. Niemand, niemand, niemand. We beginnen gewoon niet aan. Nou mensen, dit was het dan. Dit waren alle producten die gewoon niet werken voor mij. Ik hoop ook dat ik echt goed heb verteld waarom ik ze niet goed vind. Want dat is altijd wel fijn om te weten. En ik hoop dat ik nou een beetje iedereen geld heb kunnen besparen voordat je iets haalt en het gewoon niet werkt. Nou, vond je de video leuk? Vergeet dan niet te liken en te abonneren als je meer van dit soort video's wilt zien. Ik plaats ook 2 video's in beeld die je ook kunt gaan bekijken als je dat nog niet hebt gedaan. Ik plaats ook mijn gezicht in beeld om te kunnen abonneren. En dan hoop ik iedereen weer snel terug te zien bij mijn volgende video. Doeg!